Hier gaat het straks gebeuren. Op de bosbaan in Amsterdam. En deze jongens gaan keihard over het water. Maar deze vier meiden gaan straks nog veel sneller. Dat gaan ze doen na een geweldige training van onze topper José. Ik ben José van Veen, roeister van Nederlands Roeiteam. Ik ben afgelopen jaar naar Rio geweest bij de Olympische Spelen. En ik ga nu ervoor zorgen dat de meiden heel goed leren roeien. En we gaan zorgen dat we van de jongens winnen in de finale. Ik heb ook een hele goede topper bij me, Bastiaan. Ik ben Bastiaan Colette. Ik train sinds dit jaar bij het Nederlands Roeiteam. En ik ga de jongens vandaag zo trainen dat we die meiden helemaal in de pan kunnen gaan hangen. Succes. Ja, dat heb ik nodig. Dank je. Zeg, hi, ho. Wacht, scheiter. Mannen die kant op. Ja, dames, kom, we gaan naar. Dat zijn de jongens die vanmorgen gewonnen hebben bij de proef. Ik heb al 5 battles gedaan met roeien en ik heb ze alle 5 verloren. Jullie moeten echt ongelooflijk je best doen. Willen jullie vandaag niet van de meisjes verliezen? We staan hier bij een apparaat. Dames, weten jullie toevallig hoe het heet? Iets van een ergometer. Het is een ergometer, dus dat is in de buurt. De ergometer is heel belangrijk om eerst de techniek te oefenen voordat we de boot in gaan. En dan kunnen we het in de boot helemaal toepassen. Eerst de benen. Heel goed. Inderdaad, eerst de benen, dan de rug en dan de armen. Maar dat gaat heel netjes. Benen, rug, armen. Benen, rug, armen. Vooral die benen plat trappen. Ja, goed. Benen, rug, armen. Nog 1. Ja, goed. Eerst de benen, dan de rug. 2. Heel goed. Inbuigen en weer naar achter. En rechtop blijven zitten. Eigenlijk is dat heel belangrijk. Dus ja. Benen, rug, armen. Ja. Benen, rug, armen. Nou, nu zijn we klaar met het techniekgedeelte. En nu moeten we deze techniek gaan toepassen in de boot. Dus we gaan de boot opzoeken. Alright, let's go, ladies. Zo meteen stappen we in de boot. Dan heb je allemaal 1 riem. En dit is een stuurbordriem. Oké, wacht even. Stuurbord, bakbord. Weten jullie wat dat is? Stuurbord is volgens mij rechts en bakbord links. Als roeier is het precies andersom. Bakbord is voor de roeier rechts. Oh. En stuurbord is links. Dus deze heb je altijd met 2 handen vast. Eentje aan de buitenkant. Ja, we gaan oefenen, dames. Ja. Jullie gaan te water. Wat het allerbelangrijkste is, want we willen vandaag vooral niet nat worden. Nou, winnen. En winnen. Dus om niet om te gaan, moet je je blad plat op het water leggen. En altijd je riem vasthouden. Nou jongens, heel veel succes. Ja, gaat lekker jongens hoor. Hey. Duwen, 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 duwen. Verder, verder, verder. Het gaat goed. Wacht even. Wacht maar even. Oké, we gaan het ietsje anders doen. 1 en 2. Ja, goed zo. 1 en 2. Ja. Iemand zei net tegen me, hoop je dat ze winnen? Ik zeg, ik hoop dat ze winnen. Denk je dat ze gaan winnen? Ik denk, wat moeilijk, het wordt gewoon heel moeilijk. Ja, dat is goed. Ja. Ja, ja. Goed zo, die benen. Die goed benen zo. Zijn belangrijk. Veel beter dan net. Ja. Bas, zie je het nog zitten? Ja, het wordt steeds beter. Er zit een stijgende lijn in. Ik vind het knap dat ze vooruit gaan. Dit wordt je eerste overwinning. Als dat gebeurt, jongens, dan ben ik echt heel trots op jullie. 1, 2. Keurig. Heel beter. Kijk eens. Oh, nu komen ze verdriet, geloof ik. Dat is wel lastig dit. Gaat goed? Nee. Niet? Nee. 2, 1, 2, 1, 2. Goed zo, die benen. 1. Lekker, jongens. 1. Dit ziet er toch wel goed uit, hoor. Goed zo. 1 en 2. Ja. Gaat het lekker, Bas? Gaat heerlijk. Gaat beter zo, hè? Ja, gaat een stuk beter. Ze beginnen nu samen te werken. Eindelijk. Ja, ja. Ik ben toch wel een tikkeltje trots. Jongens, ik geef toe, het ziet er niet verkeerd uit. Zijn jullie klaar voor de finale? Ja. Ja. Dames, zijn jullie er klaar voor de grote race? Ja. Echt? Ja. Zeker. Echt? Ja. Oké, yes.